Helmond Proeven, geen onbekende in de gemeenschap. Die is er op 1 maart slachtoffer geworden van een beroving. En wel door enkele jonge mannen aan de Saramaka-straat. De heer Proeven die had net voldaan aan zijn betalingsverplichting voor wat de rij- en voertuigenbelasting aangaat. En hij zat er daar op langs het trottoir en kreeg er plotseling 4 mannen op zich af. Een meneer die hem te hulp wilde schieten, die is ook beroofd geworden door deze jonge mannen. De heer Proeven vertelt wat hem allemaal is overkomen en hoe het allemaal daarna met hem gaat. En u krijgt ook de beelden die intussen zijn vrijgegeven van deze jonge mannen. Aan u als burger dus in feite de opdracht, mocht u een van deze jongens herkennen, dat u dan contact opneemt met de politie. Want wat zij hebben gedaan, dat is zeer afkeurenswaardig. U hoort de heer Proeven. De beelden zijn vastgelegd door Karen. Vrijdag, dat is 1 maart, ben ik getogen naar het dienstencentrum van de IBS aan de Saramaka-straat. Zoals de regering ons oproept door wegenbelasting te voldoen. En daar heb ik een heel rare ervaring moeten meemaken. Waarbij ik dus dacht dat ik vroeg zou gaan, zodat ik snel geholpen zou kunnen worden. Dus 6:30 zat ik voorin. Op een gegeven moment zie ik 4 jonge mannen richting mij lopen. Er zat een heer naast me die even was opgestaan om iets te halen in zijn auto. En op een gegeven moment rukte een van de jongens dus al datgene wat ik in mijn hemzak had. En wat had u? Het ging om een mobiel, het ging om een geldsbedrag van ongeveer 1500. Ik had wat vrienden valuta, ongeveer 150 euro. Maar ook mijn verschillende pasjes. Dat alles is meegenomen. Die meneer die schoot me op een gegeven moment te hulp. En ze hebben hem ook aangevallen, dus ze zijn ook vandoor gegaan met zijn mobiel. Maar als je duidelijk goed kijkt naar de beelden, dan zal je zien dat de tweede heer van die groep, die achter me rent, op een gegeven moment iets uit zijn tas wil halen, misschien een voorwerp. Maar dat was ook om die meneer aan te vallen. De rest die achterbleef, die jongens waren meer belast om spullen die vielen, om dat op te rapen. Dus je moet ze zien het als vegers van de groep. En we zijn helemaal, ik ben helemaal aan de Timmermanstraat dichtbij, ik denk Rozakerk, ben ik achter ze gerend. Daar heb ik 1 kunnen vasthouden. Maar hij verzette zich hevig, omdat hij wist van als ik hem had, zou de politie dus de hele groep hebben. En dat is het in het kort. Maar ik heb de beelden dus vanaf gisteren vrijgegeven, ook op FB. En gedeeld met de media. En dat doe ik niet zozeer omdat ik het leuk vind, maar ik vind ik heb een plicht. En dat is om ook ouders en verzorgers en andere burgers alert te maken wat er gebeurt in het land. Vele ouders weten niet waarmee hun kinderen bezig zijn. Misschien als je de beelden ziet, zal je misschien zien dat het je buurjongen is of een neefje of een vriend van jou. Het gaat om vrij jonge mannen. Het gaat om vrij jonge mannen. Ik schat ze in de buurt van 16 jaar, misschien tot 24, misschien jonger zelf. En dat baat zorgen. Ook de manier hoe ze aanvallen. Ik weet niet, als je de beelden kent van Brazilië, die zwerfkinderen die toeristen aanvallen. Dus dat zou de methode moeten zijn. En dat is een hele nieuwe manier wat ik zie. Ik geef zelf voorlichting in buurten omtrent criminaliteit, bestrijding, veiligheid. Maar dit overkomt me ook voor het eerst. En aan de ene kant zeg ik goed, omdat ik dus nu ook kan praten vanuit de kant van een slachtoffer. Het is geen prettige ervaring. Ik heb een slag tegen mijn knie gehad. Ik ben eergisteren nog behandeld geworden in het academisch ziekenhuis. Sowieso geen prettige ervaring. Maar laten we als gemeenschap kijken wat we ermee doen. Laten we de beelden delen. Laten we zoeken wie deze jonge mannen zijn. Want elk een die ze ook overvallen is 1 te veel. De pijn, de leed, vandaar dat ik dit doe. Aan de andere kant zeg ik ook, de overheid heeft de taak. Ik kijk om me heen. Ik was eergisteren aan de Waaldijkstraat. Tegenover de casino-ambassadeur. Daar zag ik om mij bij 10 schoolgaanden. Met een blauw uniform hem.
Maar allemaal hadden dus van die rode zakdoeken gebonden als gangsters. Dat geeft aan dat ze al op heel jonge leeftijd ergens bij willen horen. Gangstervorming. En de jeugd moet geleerd worden dat dit gedrag absoluut niet bevorderlijk is. De gevolgen ervan. Jongens die lopen met je hele onderbroek zien. Kijk naar het verkeer, daar zie je ook een heleboel om je heen. Let maar goed op hoeveel bromfietsen rijden zonder die achterkentekenplaat. Tassen die worden weggerukt. Dus de overheid komt ook niet vrij uit. Toch? Een stukje controle. Ik vind als je niet voldoet aan de regels, een bromfiets zonder achterkenteken weghalen van de weg. Jongeren die op hoeken hangen, die hangjongeren. Laat ze voor mij part elke dag plat liggen. Toch? Totdat ze voelen van, ik hoor daar niet thuis. Dus dat soort zaken zijn simpele zaken om aangepakt te worden. Zet militairen in. Als de politie niet aan één kant, samen met de militairen zwaar optreden. Want dit begint erge vormen aan te nemen. We zien het iedere dag in de krant. Vandaag is het met mij gebeurd, morgen met jou. Dus laten we als AUB dit niet zien als een grap. Het wordt ernstiger. En vandaar die oproep. En u zegt dat u vandaag richting Saramakastraat bent gegaan, waar het incident zich heeft voorgedaan om wat zaken daar te gaan bezichtigen. Wat bent u daar precies gaan bezichtigen? Heel mooie vraag. Dus ik heb door mijn knie ben ik nu met ziekteverlof. En ik moest dus mijn attest afgeven, want ik ben zelf daar werkzaam bij de IBS. Vandaar dat ik het ook mijn plicht acht om ook mijn mede-collega's te beschermen. Dat zij ook kunnen zien wie deze criminelen zijn. Hou ik die beelden voor mezelf, dan schiet ik er niet mee op. De gemeenschap moet weten, als je die jongens ziet aankomen van kijk, het gaat om deze jongens. Dan denk ik dat ik mijn burgerplicht heb vervuld. En vandaar dat ik dus net Saramakastraat was, ik ben net thuis, om die attest af te geven. Ik ben bezig, behandeling van mijn knie. En dat zijn allemaal gevolgen die je van overhoudt. Als je de beelden goed ziet, dan ga je zien dat ik geluk heb dat ik het verhaal nog na kan vertellen. Want je ziet dat die jongen, een van ze, een voorwerp uit zijn tas zou halen. Toch, dus even goed, ik was bezig met ze daar te rotzooien aan de Timmermansstraat. Ik hield hem vast en hij ging verschrikkelijk tekeer. Even goed kon hij me hebben gestoken daar in het donker. Een ander punt is ook dat ik heb gemerkt dat weinig mensen helpen. Je geeft om hulp. En misschien terecht, misschien goed. Want je ziet ook wat gebeurd is met die meneer die me kwam helpen. Dat ze hem ook hebben beroofd. Dus misschien goed dat de mensen zeggen van nee, ik bemoei niet. Ik ben bang. Dus ik blame ze ook niet. Maar ik denk, laten we op een andere manier proberen antwoord te zoeken voor dit probleem. Laten we durven te praten. Laten we niet bang zijn voor die crimineel. Want anders gaat het ergere vormen aannemen. Toch, straks gaan criminelen dit land beheersen. En dan ga je misschien ook tol moeten betalen om in je straat te komen. Of naar je huis te gaan. En niemand gaat wat kunnen doen. Dus laten we dat proberen te voorkomen met ons allen. Laten we antwoorden zoeken. Laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we ervoor gaan. Maar dit wat op dit moment gebeurt is triest. Het politie optreden en de afhandeling, verdere afhandeling van deze zaak? Ik ben heel open. Zelf was ik teleurgesteld. De politie kwam misschien na 20 minuten ter plekke. En daarna had ik dus mijn verklaring van de politie nodig. Het is vrijdag gebeurd. En die agent gaf me aan dat ik maandag me kon aanmelden op Nieuwe Haven. Want ik had die stukken nodig om ID-kaart en dingen opnieuw te maken. En toen ik daar aankwam die maandag, toen bleek dat hij met verlof was. Na een beetje geklaagd te hebben, kon ik het de volgende dag krijgen. Maar je begreep, ik kijk ook naar de slachtoffers. Ik vind dat de politie ook daarin een rol moet vervullen om ook contact te blijven behouden met de slachtoffers. Qua informatie, noem maar op. Een telefoontje is voldoende, maar als je de persoon gewoon in de steek laat, omdat je denkt dat je ander werk hebt, of ik weet niet hoe dat er aan toe gaat, maar het is geen prettig gevoel. En waarvoor de politie moet waken, je merkt het dus nu ook dat de mensen meer en meer het recht in eigen handen nemen. Toch? Ze pakken een dief en die persoon wordt afgeranseld om omgekeerd opgehangen. Dat komt omdat men eigenlijk door de hele wrevel zaken naar zich toe gaat trekken als burgers. Met alle gevolgen van dien.
Ik zag ook andere mensen spelen geen eigen rechter. Ik kan ook heel ver zijn gegaan die dag. Ik ga je eerlijk zeggen, ik kan heel ver zijn gegaan, maar ik moest mezelf beheersen. Ik moest tot 10 tellen om niet in problemen te gaan raken. Want ik kon hele gekke dingen doen met die jongens, maar ik heb mezelf moeten beheersen. Omdat ik wist van mezelf dat ik die beelden zou kunnen krijgen, de omgeving. En daarvan heb ik gebruik gemaakt om eigenlijk hun billen bloot te leggen op de televisie. Ik zal ze zo bekendmaken dat de herenwereld zal zien wie deze jongens zijn. Toch? Dus eigenlijk laat ik, om het zo ruw te zeggen, ik ga je eigen poep laten ruiken nu. En dat ben ik bezig met ze te doen. Dus het is iets waar op we moeten letten als samenleving. Het begint heel jong, maar de ouders en verzorgers die hebben een taak. Ga na wat je kinderen doen. Ga controleren. Toch, ga desnoods in hun tassen. Vraag, noem maar op. En dat merk ik dat tegenwoordig het helemaal aan het vervagen is. In mijn tijd mocht zelf, ik was in de padvinderij, kreeg de padvinderleider opdracht om ons een oorvijg te geven als we niet gehoorzaam waren. Nu kan dat niet meer. Kinderen wordt op heel jonge leeftijd geleerd, bel naar 123. Toch, als mama je heeft geslagen, kan je bellen. Met alle gevolgen van dien. Die kinderen denken dat ze geweldiger zijn dan hun ouders en verzorgers. Met alle gevolgen van dien. We moeten heel eerlijk zijn. En dat zijn de gevolgen. Ik zeg niet dat je dat kind moet gaan afranselen, maar straffen en praten, dat kan helpen. Toch? En je merkt het nu. Het is gewoon aan het. De criminaliteit neemt dusdanige vormen aan dat we onszelf afvragen van. Ik voel me nou niet veilig. Als ik over straat loop, heb ik echt zoiets van waar kan het komen? Overal waar je gaat, hoor je andere verhalen. Ik heb een kennis die reed op de fiets. En ze is met de hele rugtas, hebben twee jongens op een bromfiets deur getrokken. Ze lag in het ziekenhuis met een hersenschudding. Snap je? Dat is een paar vorige week of zo gebeurd. Dus ik wil aangeven dat iedere dag mensen slachtoffer worden van deze criminelen. En nu een week verder. En met het afgeven ook of het tentoonstellen van de beelden. Zijn er aanhoudingen verricht? Dat zou ik nog niet weten. Ik heb dus mijn deel gedaan. Ik zeg ook, ik verwacht niet dat ik iets terugkrijg. De schade die ik heb is groot, maar ik laat het. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn plicht heb gedaan en dat heb gedeeld met de gemeenschap. Ik zou mensen ook willen oproepen, verander je strategie. Ga meer vanuit dat je jezelf ook moet beschermen. Ga niet uit dat het de overheidstaak is, dat de politie het moet doen. Maar ga nadenken van wat kan ik zelf eraan doen. En dit soort strategieën als beelden vrijgeven. Sorry voor de politie. Ik heb het gedaan. Omdat ik vind, elke seconde dat deze jongens nog rondlopen, maken ze aan de slachtoffer. Is het een gevaar? Dus als de gemeenschap kan helpen dat we deze jongens snel vinden, dan is het probleem opgelost. Maar ze moeten zo snel mogelijk aangehouden worden om datgene wat ze hebben gedaan. En ik zal ook niet de eerste zijn. Misschien gaan we schrikken om te horen wat ze op hun kerfstok hebben. En misschien weten de ouders en verzorgers van deze jongens wonen. Meestal zijn ze hele lieve jongens thuis, braaf. De mensen zullen schrikken. De beelden zullen alles blootleggen wie deze jongens zijn en wat ze allemaal in staat zijn te doen. Dus ik hoop van harte dat ze heel snel, ik zou bijna het woord opgeruimd, men gaat me misschien verkeerd begrijpen, maar dat ze heel gauw achter slot en grendel kunnen en kunnen nadenken over hun daden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, steunt verbouwers van peper en paprika met de nodige adviezen bij het terugdringen van vruchtrot. Al geruime tijd worden peperaanplanten in ons land geteisterd door de vruchtrot. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de peperaanplant in elke groeifase kan infecteren. Peperverbouwers kunnen hierdoor voor 10 tot een
wel 80% aan opbrengstderving leiden. Ook bij het gewas paprika richt deze agressieve schimmel veel schade aan. De ziekte wordt herkend aan ingezonken donkere vlekken op de pepervruchten. Een delegatie bestaande uit voorlichters en onderzoekers van LVV bracht in verband hiermee op 5 maart 2019 een veldbezoek aan enkele peperaanplanten in het district Kommewijnen. Daar werd geconstateerd dat de schimmelverspreiding door diverse factoren bespoedigd of juist werd vertraagd. De vochtige klimatologische omstandigheden van Suriname zijn zeer gunstig voor de groei van de schimmel.